Welkom bij Peschel en Bonen, welkom bij Dito. Nou Paul, we stonden eigenlijk al een paar weken met beide benen op de grond, maar ik vond het na gisteren toch wel samen weer in de afgrond samen een beetje weer. Nou ja, dan druk je eigenlijk nog heel lichtzinnig uit. Jezus. Als je ziet, we hebben het nu al een week of 10 over het belabberende voetbal. Ja. Als je dan ziet hoe wij de eerste 5 minuten gaan starten. Hè, en er wordt gezegd, speel geen ballen terug te keepen. De jongen die heeft daar moeite mee. Ja. Strafschopgebied, dat ziet er niet veld uit die 16. Weer dramatisch. Hè, en de allereerste bal spelen ze gewoon terug. Ja, maar, en weet je wat ik ook vond? Hè? Nou, dat heb ik al eerder verteld. Ik ken 2 dingen met een bal, als oppompen en leeg laten lopen. Maar wie gaat nou bedenken dat Bart Ramselaar onze verdedigende middenvelder wordt en dat hij achter die Michael de Leeuw aan moet gaan lopen? Ja, weet je, daar hebben ze dus 8 dagen over mogen nadenken. Wie bedenkt zoiets? En Haken presteert het. Je hebt overeen. Bij Ramselaar zonder rugdekking te spelen. Ja. Die jongen, dat is een goede voetballer, maar geen verdediger. Ja, maar eerst helft, hij wist niet eigenlijk eens wat hij moest lopen. De tweede helft hebben ze dat gecorrigeerd. Dan zie je de Bart Ramselaar. Speelde hij een goede tweede helft. Toen kwam hij ook aan voetballen toe. En dat is zijn capaciteit, het voetballen. En ja, de eerste helft. Maar eigenlijk is in de eerste helft de wedstrijd al gespeeld. Ja, natuurlijk. Hè, kort daarna. Penalty wel makkelijk gegeven, vond ik. Oké, maar de tweede goal. Ja. Stonden 4 man van ons op rij te dekken. Die Las, die spits van hun, die trekt die bal terug. En die Leo die schiet zo helemaal vrij de 2-0 binnen. Ik had ook, ondanks dat we in de tweede helft wat beter gingen spelen, had ik echt niet 1 moment het idee dat we het nog over de streep gingen trekken. Nou, ik wel. Toen naar de 2-1, toen kregen we een hele mooie kans van Doevikas. Die kopte die niet eens op de goal, die kopte die verder overheen. Daar had de 2-2 moeten zijn. En dan denk ik dat dat het maximaal haalbare was geweest, hoor, 2-2. Ik vond een beetje, en daar hou ik mijn hart voor vast, ik vond het een beetje van, nou, dit is eigenlijk op dit moment ons niveau, we kennen niet beter. Nee, luister, we kunnen niet beter. Als je ziet, er zit gewoon geen voetbal in. Oh. Dus ik ga wel eventjes een lans trekken voor natuurlijk Timber. En die Kust, jongen die zit verreweg bovenuit. Ja. Is gewoon een buitencategorie voetballen. Ja. Maar je gaat nu merken, zeker naar de wedstrijd, die gaat zijn eigen lopen erger. Ja, maar dat is toch ook logisch? En ik vond die van de Kust ook goed spelen. Die speelde wederom zijn derde wedstrijd. Niks. Goed gifkikkertje, wat wij graag willen zien. Voetballen proberen op te lossen. En hij denkt vooruit. Ja, dat klopt. Maar is dit nou niet, hè? Want we hebben natuurlijk dit weekend hebben we geen eredivisie voetbal, hè? We hebben het Nederlands elftal. Hè? Ja. Is dit nou niet het ideale moment om die haken eruit te trappen? Nou ja, Aap, we hebben het meerdere malen erover gehad. Ik heb eerst gezegd, ja, laat hij het seizoen afmaken. Ik heb gisteren naar het interview met René van den Berg goed zitten luisteren. Ja. Ja, als je dan tussen de tekst... Die van den Berg gaat wel vooruit met zijn vragen, hè? Want dat is eigenlijk maar een raar kereltje natuurlijk, die dikke. Nou ja, weet je... Maar hij gaat vooruit met zijn vragen. Ja, er zijn zat mensen die zeggen tegen mij, ja, van den Berg stelt geen kritische vragen. Gisteren had hij het gesprek fantastisch opgebouwd. Ja, vond ik ook. Hij gaf een supermooie voorzet en Haken kopte hem heel goed in. Door te zeggen, ik gooi zelf de handschoen. Nee, dat zei hij niet. Hij zei, misschien wil ik zelf wel weg zijn. Ja, maar uiteindelijk ook begon hij over een handschoen aanreiken om uiteindelijk inderdaad weg te gaan. Ja, nou, dan is dit de tijd om zijn koffer in te pakken en lekker weg te gaan. Ja, maar misschien dat Frans nou toch eens een keertje weer een beetje... Ik hoop dat we deze week toch de oude Frans terugzien. En die zeggen van, ja jongens, we gaan het seizoen niet uit laten gaan als een nachtkaarsje. Het is goed zo. Nou ja, ze spelen natuurlijk eerst nog door de week even een vriendschappelijke wedstrijd. Ja, nou. En ik hoop niet dat ze dat af gaan wachten. In wezen is vandaag de dag. Prima. Dit is wat gisteren is gebeurd en die 9 weken daarvoor. Allemaal bij elkaar. Jongens, we kunnen zo niet verder. We nemen een mooie regeling voor Haken. En we zorgen dat hier iemand komt te staan die groep weer op scherp krijgt. Ja, voor die, wat is er nog? 6, 7 wedstrijden? Hoeveel wedstrijden moeten we nog? Nog 7, hè? Ja, en we moeten nog opgeletten dat we zometeen niet buiten de boot vallen voor de play-offs als we zo blijven voetballen. Maar even heel eerlijk gezegd, als wij zo voetballen, hebben we helemaal niks in de play-offs te zoeken. Nou, stel maar eens voor, Paul, dat we die haken, of hij zelf, of het bestuur dat ze vandaag tot een besluit komen van, we gaan uit elkaar. Moet dan de Rick Kruijs het overnemen, of moeten we toch maar weer gaan bellen aan een dik advocaat? Ja, weet je, ik heb het al eerder aangegeven. Ik zou dan het liefst voor iemand voor 6 wedstrijden, ja, wie komt daarvoor in aanmerking? Ja, ik zou graag Jan Wouters zien. Is misschien niet iemand die zegt van, het allermooiste voetbal. Maar die weet wel aan iedereen goed uit te leggen wat de pluspunten zijn en minpunten. En daar krijg je uiteindelijk weer een team door. We kunnen altijd Dick advocaat bellen. Dickie zou er misschien ook nog wel voor te poren zijn. Laatste klusje.
En ja, luister, we staan nog steeds op een play-off plek. Ja. En ja, misschien met Dick kan er nog iets heel moois uitgroeien. Dick's laatste klus dan, en dan stopt hij echt. Het zou mij niet uitmaken, maar alles beter als haken. Ja, dat vind ik ook. En ik vind überhaupt hoe het op dit moment bij de SU Utrecht eigenlijk aan toe gaat. Het is overal gelaten. Ik hoorde bijvoorbeeld al dat Jordy alleen maar wil blijven als hij salarisverhoging gaat krijgen. Nou, hoe die daar nou bij komt om nou in deze situatie te vragen om salarisverhoging. Ik zou al blij zijn dat ik mocht blijven. Hey, die hele club is dood en doodziek. En op dit moment, Frans kijkt ernaar en doet er niets aan. Nee, maar weet je, we hebben het natuurlijk al langer aangehaald. Het vriendjespolitiek moet er een keer uit. Ja, dat moet er. Er moet een frisse wind door de club heen. En iedereen zit erop te wachten. En nu is eigenlijk de tijd rijp om daarmee te beginnen. Vandaag, morgen is de ideale tijd. We voetballen niet. Ik sprak gisteren met een delegatie van de supporters, die oudjes. We hebben van de week een gesprek gehad met Jordy en volgens mij ook met Frans. Ja, en daar hebben de supporters ook hun ongenoegen kenbaar gemaakt. Ik denk als we niet gaan ingrijpen, dat we volgend jaar met de seizoenskaarten gaan schrikken. Bij ons hier in Dito waren er groepen van 10, 15 S'en was bezig de plastic bekers op te ruimen. En er werden gewoon een stuk of 20 seizoenskaarten zo in die prullenbak. Nou, maar dat zegt natuurlijk over de hele beleving op dit moment. Alleen, wij zien dat, we maken het mee, we horen het dagelijks. Ja. Alleen daarbinnen, in het hoofdgebouw, hoort niemand het. Het is net of dat ze er doof voor zijn. Nou, er is nu een tijd aangebroken, dan kunnen ze niet meer doof zijn. Anders moeten ze maar een oorapparaatje even aangezet. Want er moet iets gaan gebeuren. Kijk, dat vind ik allemaal prima. Ik snap het heel goed, we zijn een onderneming en we willen heel graag het stadion kopen. Maar we hebben het wel over een voetbalclub. Ja. En het is nu tijd dat we het over het voetballen gaan praten. En dat er gewoon ingegrepen gaat worden, zodat we toch nog een leuk... Want dat is ook FC Utrecht, hè. Binnen met twee keer achter elkaar, dan staan we weer met z'n allen op de banken. Maar dat gaat, zoals nu gaat, niet gebeuren. Nou ja, maar we hebben zeg maar 11.000 vaste seizoenkaarthouders. Gisteren zaten er ruim 20.000 mensen. Dat houdt in dat 8.000 mensen een kaartje hebben gekocht. Ja, ja. Denk jij nou echt dat die volgende week of over twee weken weer een kaartje gaan kopen naar wat ze gisteren gezien hebben? Dat kan ik jou wel vertellen. Nee, dat gaat niet gebeuren. Hoe gaan we er toch nog proberen er een goed seizoen van te maken? Nou ja, voor mij is het klinkend klaar, Ab. Ik heb eerst nog wel iedere keer gezegd van... nou, laten we het uitmaken, dit seizoen, zo zoals het is. Maar ik ben er helemaal klaar mee. Sinds gisteren zie ik dat er geen vooruitgang in zit. Er zit geen goch meer in het elftal. Er zit helemaal geen idee. Trainer die de moed opgegeven heeft, duidelijk. Als hij begint te roepen van, nou, misschien ga ik zelf wel weg. Hij heeft gisteren aangegeven, misschien ga ik zelf wel weg. Ja. Dus dan is mijn hand vol. Inpakken en wegwezen. Ja. Oké, nou goed, daar zijn we dan klaar mee. Dan wil ik ook nog even hebben over het goede doel. Ja. Weet je, hè? Ik begreep dat aankomende zondag bij DHSC een hele dag is voor Oekraïne. Hè? Ja, hele grote happening. Dat wordt opgezet door de hele club van DHSC. De mensen, de Oekraïners die in de jaarbeurs zitten, worden die dag uitgenodigd op het voetbalveld bij DHSC op de Bekkenplein. En daar wordt een hele dag georganiseerd voor die mensen. En alles komt ten goede. Hoe laat begint dat? Voor het Oekraïne. De wedstrijd begint om 2:00. Maar er zijn tal van dingen te doen voor die kinderen en dergelijke. Dus vanaf 11:00 kun je daar al terecht. En Wes doet het ook mee? Nou, Wes is er in ieder geval. Er is ook nog een wedstrijd van de Crusaders tegen een... spelers, artiesten, elftal. Dus ja, ze hebben dat heel leuk ingekleed om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor Oekraïne. Oké, nou dus mensen, denk aan het goede doel en denk aan een hele leuke dag. En ga daar met z'n allen heen. Meneer Van den Berg is er ook, kunt u hem ook nog even gedag zeggen. Paaltje is er en ik ben er ook nog gezellig. En voor de rest hebben we geen voorspellingen. Nee, maar ik vind om hiermee af te sluiten alleen maar goed. Het goede doel, dan moet je met z'n allen steunen. Ja. Het wordt een mooie dag. Het wordt zonnig, dus kom met z'n allen naar de Tobekkenland. En denk eraan, geef vooral zoveel mogelijk bier aan Paul Pessel en Appie Bonen.